Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag weer een dagvlog voor jullie opnemen. Ik ga gewoon een dagje naar stal en ik wilde jullie meenemen. De paarden staan nu al in de molen. Het is nu, ik zal even kijken, 10:30 is het nu. En ja, de paarden staan al eventjes in de molen, op 10 minuutjes nu. Ik heb eventjes wat gegeten, want ik had heel veel honger. En dan ga ik sowieso Arie rijden vandaag. En Kiara komt om mijn paarden een behandeling te geven. Of eigenlijk alleen G-Lime. Kiara die heb ik wel eens genoemd in de video over het CHIO. Dus als je die nog niet hebt gezien, kan je ook even kijken. Want daar vertel ik ook wat meer ja, wie Kiara is en wat ze doet. Maar misschien dat dat in deze video ook nog wel naar voren komt. Zal ik even kijken. Dus ja, ik ga vandaag gewoon een dagje vloggen. Maar ik wilde eerst nog wat in jullie vertellen. Want gisteren was het 2 augustus. Dus vandaag 3 augustus. En toen had ik precies mijn YouTube kanaal een jaar. En ik vond het ja, zo cool eigenlijk hoe snel het is gaan met mijn volgers, met mijn abonnees. En alle lieve mensen die fanaccounts hebben gemaakt en die lieve reacties hebben gepost. En altijd duimpjes omhoog doen. Ik vind het gewoon zo lief dat jullie het allemaal doen. En zonder jullie ja, kan dit natuurlijk allemaal niet. Ja, ik maak die video's ook omdat jullie ze leuk vinden om te kijken. Ik vind het zelf heel leuk om te doen, maar het is natuurlijk ook heel erg leuk dat jullie het leuk vinden. Dus ik ben jullie echt super dankbaar dat jullie zo fanatiek ja, op mij hebben geabonneerd, mijn video's kijken, reacties achterlaten. Dat vind ik echt heel erg lief. Dus ik ben benieuwd wat volgend jaar mij gaat brengen, want er is al zoveel gebeurd dit jaar dat ik niet eens kan voorstellen wat er volgend jaar gaat gebeuren. Maar ik ben jullie in ieder geval echt super dankbaar. En dan gaan we nu door naar de video. Ik heb mijn spullen gepakt. En aanstaan op de poetsplek, die heb ik al gepoetst. En die is nu een beetje aan het in de weer wiebelen. Die ga ik nu opzalen en ga ik zo meteen rijden. Ik heb zelf ook al mijn laarzen aangedaan. Ik moet alleen mijn cap nog op, maar het is zo warm weer dat ik denk, nou, daar wacht ik wel even mee. Dus ik ga nu Ariane opzalen. Ariane, ik ben er klaar voor. Ariane is helemaal opgezadeld, hoofdstel, alles nog wat. Ik ook. Ik heb mijn cap opgedaan. Ik wil dit nog even vastmaken. Gaat het lukken met één hand? Ja, dat gaat lukken. Oké, ik ga binnenrijden, want het is weer heel erg warm. Het is wel nog 's ochtends vroeg, dus het valt nu nog mee. Maar het is alsnog al echt snel warm. Ik weet niet zeker of ik kan filmen, want er zijn lessen. Maar weer hetzelfde als bij de vorige video. Ga ik gewoon kijken of ik hem op de bakkant kan zetten. En zo niet, dan ja, praat ik gewoon jullie bij hoe het ging. Dus we gaan sowieso even rustig het dressuurdag doen. En dan morgen ook weer. En dan heb ik zondag wedstrijd. Dus het is gewoon een beetje loswerken. Lekker dressuren. Gisteren heeft ze gelogeerd. Ik ga er vandaag zo iets meer oppakken. Dus dan weten jullie dat. En dan ga ik nu naar de binnenbak. En dan hoop ik dat ik kan filmen. En anders dan praat ik jullie zo meteen bij. Ik ben net klaar met rijden en ik heb Ariane afgespoten. Ze is nog nat zoals je kan zien. En ik heb ook haar voeten gelijk schoon gemaakt. Ze heeft een beetje schone voeten. Dat kost helemaal niet zo heel lang. Dus ik denk, ik doe het maar gelijk. Ik sta nu lekker op stal. En Kiara stuurde net een appje dat ze eerder is. Dus het is nu over 4 minuten. Het zou eerst om 1 uur zijn, maar het is nu 1:55. Gilles is gewoon het hele. Ik weet niet of je dit kunnen horen op de achtergrond. Dus maar Kiara komt er zo aan. En dan ga ik ook stukjes daarvan voor jullie filmen. Tietje! Hey meis!
allemaal. Ik zit nu op een bankje, half in de zon, half in de schaduw. Maar dus, meer schaduw is er letterlijk niet te vinden. Maar op zich gaat het nog wel enigszins nu. Ik heb nu een korte broek aan. Mijn vader had een korte broek gebracht. Het is echt super fijn. Maar jullie hebben net stukjes kunnen zien van Kiara. En ja, Kiara is dus geweest. Maar ik zal er zo meteen wat meer over vertellen. Maar ik weet echt totaal niet wat ik nu ga doen op stal. Want ik wilde heel lang naar stal. En ik wilde eigenlijk ook wat vroeger zijn dat ik er uiteindelijk was. Maar het is nu zeg maar 2:50. En ik heb echt zoiets van ja, de paarden nu uit stal halen. Het, ja, er is echt geen toegevoegde waarde voor die paarden. Want het is echt warm. Echt warm helemaal voor die paarden. Dus voetwas van Arie heb ik al gedaan. En ze helemaal was het. Ja, dat mogen we niet. Want er is, nou ja, het mag wel. Maar dat vinden ze niet zo fijn. Want er is natuurlijk gewoon heel weinig zoet water in Nederland. Doordat het zo belachelijk warm is. Al heel lang. Dus op stal is daar ook gewoon last van. Dus we mogen eigenlijk alleen afsponsen. Ik heb wel de voeten gewassen met een heel klein beetje water. Maar dan vind ik het ook raar om nu mijn paard uitgebreid te gaan wassen. Dus kan ook niet echt. Dus ik wilde wel Chile hem de voeten schoonmaken en wassen. Want dat vind ik nog wel leuk. En dat is ook wel lekker voor haar. En ik wilde eigenlijk allemaal spullen schoonmaken. Maar ik heb zoiets van ja, omdat ik nu niet ze zo langer uit kan doen als dat ik wil. Ga ik liever vanavond terug. Dus ik ga denk ik Chile hem de voeten even wassen. En heeft ze nog even aandacht. Al heeft ze dat al lang gehad, want Kiara is natuurlijk alleen voor G-Lime geweest. Dus ga ik even de voeten wassen. En dan ga ik... daarna ga ik denk even naar huis, want ik heb ook nog even een afspraak vanmiddag. En dan ga ik denk ik s'avonds nog even terug om ze in de molen te zetten. En dan kan ik misschien ook wel spullen schoonmaken. Want ik wilde wel mijn spullen schoonmaken nu, maar ik heb zoiets van ik kan beter vanavond spullen schoonmaken. En ze dan nog een keer buiten zetten dan nu, want nu staan ze toch in stal en heb ik eigenlijk die paarden wel niks te bieden. Dus ik denk dat dat de planning is. Maar ik ga eerst even eten, want ik had eten gehaald. Ik heb nog een croissantje en nog een zalmwrap. Dus die ga ik eerst even opeten. En dan ga ik dadelijk weer Chile hem de voeten wassen. Niet weer. Ik ga zo meteen Chile hem de voeten wassen. Dus dan ga ik dat weer aan jullie laten zien. Zo, ik heb Gilem de voeten gewassen en staat nu weer lekker in stal. En met het warmeer geef ik de paarden graag elektrolyten. Dus ik heb een schepje. En ik doe het altijd in het water oplossen. Volgens mij kan ik het ook door het eten heen doen. Maar ik heb altijd geleerd dat ik het in het water op moet lossen. Dus dat ga ik doen. En dat zorgt ervoor dat met het warmeer zoveel zweten dat wel de zouten ja, goed in het lichaam blijven, zeg maar. Dus ze staan nu op stal. En doe ik bij alle twee doe ik een schepje erin. Ik hoop niet dat je daar de stal uit loopt. Doe ik zo en doe ik even... Oh my god, ik word gewoon gestoken hier. Nou, kijk, doe ik zo een beetje roeren. Zo. En dat drinkt ze gewoon op, ze vindt niet gek. Vindt het gewoon lekker eigenlijk. Het is ook best wel zoet volgens mij. Dus, en dat doe ik dan ook bij Arie. En dan ga ik zo meteen nog voorpakken. Jongens, ik zit in de auto. Het kan dat jullie de airco horen, want de auto is zo warm dat ik wel de airco aan moest zetten.
Maar ik heb echt ineens of deze vlog echt van de hak op de tak gaat en totaal niet logisch gaat. Maar deze hele dag loopt totaal niet logisch. Tot nu toe is gewoon alles anders gegaan dan dat ik had gepland. En dat is op zich niet erg. Maar nu heb ik ook zo een idee van, wat ben ik eigenlijk aan het doen vandaag? Want het is nu 4 uur. Ik ben 4 uur op stal geweest. Of sorry, het is nu 2 uur. En ik ben dus 4 uur op stal geweest. En ik heb echt ineens of ik niks heb gedaan. Terwijl ik heb de benen gewassen van de paarden. Ik heb Ari gereden. Ze hebben alle twee in de molen gestaan. Kiara is geweest voor Chilijm. Ik heb gevoerd. Ik heb de elektrolyten gegeven. Maar alsnog heb ik echt ineens of ik niks heb gedaan. Ik snap het echt niet. Dus maar ik ga nu naar huis. En ik heb om 4 uur heb ik een afspraak. Oh, er zit een spin. Oké, sorry, afgeleid. Dus maar dan ga ik me even omkleden en zo. En dan ga ik vanavond weer terug naar Stamsen nog een keer de molen te zetten. Dus dan ga ik ook vloggen. En ik ga in de loop van deze dag nog iets meer uitleggen over de craniosacraaltherapie die Kiara geeft op mijn paarden. Maar ik ga eerst naar huis rijden, want hier in de auto is ook niet ideaal. Dus daar kom ik nog bij jullie op terug. Dat ga ik zo meteen allemaal aan jullie uitleggen. Hoi allemaal, ik ben weer thuis. En voor degenen die denken dat ik niks aan heb. Ik heb een strapless top aan. Nou, ik ben er veel van de draad. Weet je dit of zo? Strapless, ja. Dus, want het is echt giga warm. En dit is een soort van jumpsuit. Maar op beeld lijkt het echt alsof ik niks aan heb. Dus ik doe wel een beetje zo. Ik wil nog even vertellen over de craniosacraaltherapie. Wat het is, het werkt voornamelijk op de bindweefsels. Want in heel het lichaam van paard, mens, alle dieren. In het hele lichaam werkt bindweefsel als een soort verbindingsstofje. Het heet ook bindweefsel om er dus één geheel van te maken. En daar kunnen soms, dat bindweefsel kan soms klachten veroorzaken als het bijvoorbeeld niet fijn zit. Of als ze daar spanning hebben op de spieren bijvoorbeeld. Dat is gewoon minder fijn voor de bewegelijkheid. Dus dat behandelt Kiara met craniosacraal. En dat doet ze dan door middel van drukpunten. Doet ze dan vaak met haar vingers zo. En dan gewoon door zachte druk, doet geen zeer, maar maakt je verbinding met het lichaam. En komen de gespannen spieren en de pijnlijke plekken in het bindweefsel worden weer losser. Ja, ik kan het niet super goed uitleggen, maar ik hoop dat jullie het begrijpen. Het is in ieder geval voor dat de paarden weer soepeler worden, meer bewegelijkheid, goed in balans. Het zorgt voor echte symmetrie in het lichaam, dat het weer één geheel wordt en dat je niet stijvere, minder stijve plekken hebt. Chilijm die is nu een paar keer op haar geweest en elke keer had ze eigenlijk niet heel veel gekke dingen. Dus deze keer eigenlijk ook niet. Ze was aan de rechterkant ietsje strakker dan aan de linkerkant. Maar ja, het waren geen grote dingen. Dus vooral de rechterkant heeft ze weer wat losser gemaakt. Wat ik hier nog toe wilde voegen, maar ik werd even onderbroken. Is dat ik ook aan Kiara heb gevraagd wat het handigste is om op te bouwen. Of hoe we het opbouwen weer gaan aanpakken. Omdat ze natuurlijk 3 weken vrij heeft gehad. Nu 2,5 week. En na die therapie moet ze ook een paar rustige dagen hebben om dat het lichaam het goed kan verwerken. En dat de therapie de beste uitkomst krijgt, om het zo maar te zeggen. Dus ik vroeg aan Kiara ook hoe zij erover dacht. En zij zei dus van 2 dagen zo is ze nog helemaal rust. En dan kan ze maandag weer langzaam logeren. Dus maar dat komt super goed uit, want ik was ook van plan om inderdaad maandag er weer op te pakken. En ook inderdaad te beginnen met logeren. Dus dat gaan we doen. Dus nu nog 2 dagen heeft ze vakantie en daarna kan ze weer lekker aan de bak. En dan had ik ook nog niet verteld hoe het rijden met Ariana was gegaan. En dat zou ik dus nu ook nog even doen. Het rijden ging echt super goed. Ik ben echt heel erg blij met hoe het ging. Ja, ze liep gewoon echt super goed eigenlijk. Ik kon het niet filmen, want er reden wat mensen in de bak. En ik wilde me ook gewoon even focussen op het rijden. Kijk, als nou de bak vanaf het begin leeg was geweest, had ik zoiets gehad van ik zet hem erbij. Maar nu ook zoiets van er zijn mensen in de bak en toen gingen ze weg. Dan had ik niet nog zin om af te stappen die camera neer te zetten en zo. Ik denk dat jullie dat wel begrijpen. Dus maar het ging echt super goed. We hebben lekker gedresseerd. En ja, voelde echt top aan eigenlijk. Ik heb er niet zoveel over te zeggen. Dan ga ik zo meteen nog even naar stal zoals ik had gezegd. Om ze nog even buiten te zetten. Hoi jongens, ik denk dat ik echt zwaar overlicht wel. Ik zit in een super felle zon. Maar goed, ik hoop dat ik erop sta. Want ik zie echt letterlijk niks. Maar ik ben dus op stal en het is nu enigszins te doen qua temperatuur. Ik dacht net van, het is lekker, maar het is nog steeds echt heel warm. Dus de paarden zijn nu in de molen. Daar zo. En ik zet ze gewoon even een half uurtje, 3 kwartier in de molen en dan zijn ze eigenlijk wel klaar. Ja, het is nog steeds heel warm voor de paarden, dus heel lang naar buiten heeft toch geen zin.
Dus ik zit hier nu even lekker in de zon. En dan ga ik zo meteen de paardjes weer binnenhalen. Ze staan nu ongeveer 10 minuutjes erin, denk ik. Dus, ja, rustige avond. Het is ook echt super rustig op stal. Er zijn ook heel veel mensen op vakantie natuurlijk. Dus het is echt heel rustig. Maar op zich, de zon is nu wel redelijk te doen. Dus het is best wel lekker om even in de zon te zitten nu. Ik heb de paarden een paar snoepjes gegeven. Want zoals jullie weten, eigenlijk altijd als ik weg ga, geef ik ze eten. En nu zeg ik ze zo meteen op stal, maar hebben ze de eten al gehad. Dus dan ben ik altijd bang dat ze beledigd zijn of zo. Dus ik heb ze een paar snoepjes gegeven in de bak. Zodat ze wel iets te smikkelen hebben. En dan ga ik ze zo meteen weer binnenhalen. En dan is deze vlog eigenlijk voorbij. Ik ga ze alleen maar op stal zetten. Dus ja, dat is niet zo super bijzonder om te vloggen. Dus hierbij sluit ik de vlog af. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer mijn kanaal hier beneden. Dat zou ik echt super leuk vinden. En dan zie ik jullie snel bij een nieuwe video. Doei!